We zitten in de nieuwe BMW 218i Grand Coupé. Een fraaie vierdeurs coupé. En deze auto die schreeuwt natuurlijk op een vergelijking. Want hij mag toch een goed imago hebben, maar kan hij dat imago ook waarmaken? En dan zie ik Frank in mijn spiegel aankomen rijden in een Mazda. Nou, ik ben heel benieuwd waarom hij die auto wil vergelijken met deze BMW. Ja, Wisse doet nou wel bijzonder over het feit dat BMW in het C-segment met een sedan komt. Maar daar zijn ze eigenlijk schromelijk laat mee. Want de carrosserievariant van een vierdeurs auto, die hebben premium merken jarenlang links laten liggen. En nu komen ze opeens allemaal met zo'n auto op de proppen. Nou, dan vind ik het niet gek dat ik een Mazda 3 als concurrent opvoer. Te meer daarbij van Mazda altijd zeggen dat het een Japanse BMW is. Ja, Frank, dat is wel even wat anders hè, dan een EV of een crossover. Gewoon echte sedans, dat is een tijd geleden, toch? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ik had persoonlijk niet verwacht dat deze carrosserievariant nog eens zijn comeback zou maken. Maar ja, dan hadden we even buiten Zuid-Europa gerekend natuurlijk. Nou ja, Toyota die hield natuurlijk een beetje vol met zijn Corolla. Hè. Die hadden er altijd wel een sedannetje van. Maar voor de rest inderdaad is het meer de Zuid-Europeanen die dol zijn op een auto met een echt achterbak. Een kind moet de auto kunnen tekenen. En wij zijn toch een beetje van de hatchback. Maar wat er nou de laatste tijd gebeurt is, auto's worden steeds duurder hè. En dan zie je dat bijvoorbeeld ook zakelijke rijders een stapje terug moeten doen. Die konden vroeger dan een 3-serie bijvoorbeeld leasen en dat wordt nu een 2-serie. En dan vinden ze het toch wel mooi als het een beetje zakelijk uitziet. En ik moet zeggen, ik vind het zelf eigenlijk ook wel tof hoor dat het terugkomt. Vind ik wel mooi. Ja, en dat ze duur zijn, dat blijkt ook wel uit de vanafprijs van deze Mazda 3 sedan. Die kost €29.590. En dat is best een hoop geld. Alleen, wat doen de Japanners nou? Die stoppen ook wel gelijk heel veel spulletjes aan boord. Bijvoorbeeld een uitgebreide veiligheidsuitrusting, de ondersteuning van telefoondiensten als Apple CarPlay en digitale radio. Er is overigens ook een hatchback variant nog van de Mazda 3. Die kost €500 minder en daar geldt precies hetzelfde voor. De uitvoering die wij hebben meegebracht is een zogenaamde luxury. Nou, die maakt een behoorlijke prijssprong, mag ik wel zeggen. Want dan zit je zomaar op meer dan €37.000. Dan heb je wel mooie lichtmetalen wielen, elektrisch bediende stoelen. Noem het allemaal maar op. En dan zijn we er in dit geval nog niet. Want deze auto heeft optioneel dan ook nog een lederen interieur. En zo'n beetje ieder rijhulpsysteem dat de Japanners ook op de optielijst nog aanbieden. Heb je het wel over €39.740. Ik begin me nu toch wel lichtjes zorgen te maken eigenlijk, Buma. Als jij dat zo zegt, want jij zegt wel, dan heb je het zomaar over 39 mil. Maar deze 218i Grand Coupé, want zo heet die, die is om te beginnen heel mooi. Hè? Is wel ietsje duurder. Ietsje? Ja, de vanafprijs is €36.000. €350. Daarmee is hij al bijna net zo duur als jouw luxury. Zonder al die liftlafjes die je net nog opnoemde. En dan is dit natuurlijk een auto van de importeur. En die geven je nooit een standaardauto mee, hè, zoals het altijd gaat. Deze heeft een paar extra's. Het is om te beginnen een executive. Er zit een veiligheidspakket op. En dan heb je rijstokassistentie. En je hebt een noodstopassistent en zo. Er zit er nog een automaat in. Een hele mooie automaat, 7 traps met een dubbele koppeling. Lichtmetalen wielen, zo kan ik nog wel even doorgaan. En dan heb je het zomaar over €52.350,27. Wat doe je nou? Jeetje, Wisser, had je niet even kunnen waarschuwen? Dat is echt een abnormaal groot prijsverschil. Heb je het over 13 mil extra? Ja, ja, en ik heb de prijslijst eens even goed erop nagekeken. En je moet eigenlijk toch ook wel echt die executive hebben, want anders dan is de auto wel best wel kaal. Voordat ik nog even wat over die prijs ga vertellen, waar hebben we het hier nou mee te maken? Nou, dit is een 218i, die heeft geen 2 liter motor zoals die Mazda, maar een 1,5 liter 3 cilinder. Best wel bijzonder, vind ik. Dat is de motor die je bijvoorbeeld ook kent uit de Mini Cooper. Daar zit dubbele vanos op en nog wat andere slimmigheidjes, waardoor die super efficiënt is. Dubbele wat? Ja, dat leg ik straks wel uit. Ik schrok eerst ook hoor, ik dacht van ja, dit gaat helemaal nergens meer over, we kunnen beter gewoon stoppen nu. Maar wat blijkt nou? Als je naar de private lease tarieven kijkt, gewoon in de prijslijsten van de merken zelf, dan blijken ze precies even duur met €469 per maand. Ja, maar dat gaat natuurlijk voor die BMW nooit op. Want die hele trits aan extra's die je opnoemde, die moeten dan ook nog op. Dat heb ik dus ook even uitgezocht. En dan blijkt, als je dus een executive wil, dan moet je ook gelijk een sportpakket erbij nemen. Dan is dat €59 extra per maand. Nou, vind ik te overzien. Ja, €59 extra per maand is 12 keer per jaar. Is looptijd van 4 jaar. Nog eens een keer 4, dat vind jij wel meevallen. Is een veel betere en mooiere auto. Maar daar komen we in het verloop van deze test wel achter. En dan vind ik dat gewoon waard, die vijftientjes. Vijftientjes en €9 per maand per jaar. Ja. Keer 4.
Hoewel de 218i de naam coupé heeft, heeft hij toch vier deuren. En BMW heeft dan als ontsnapping dat ze dat een Grand Coupé noemen, waardoor die plotseling toch vier deuren kan hebben. Maar je voelt hem al aankomen, hè? Hij moet een beetje een coupé-lijnachtige uitstraling hebben. Ja, en dat heeft natuurlijk gevolgen voor de binnenruimte. Voorin overigens niet, daar zit je prima. Fijne stoelen ook. Ergonomie is trouwens ook dik in orde, maar komen we straks nog wel op terug. Maar die achterbank en de instap achterin, dat is allemaal niet zo fijn hoor. Het is erg krap daar. Ik kon er net zitten en jij nou, eigenlijk niet. Uiteraard niet, zou ik dan willen zeggen, als jij er net kan zitten. Ja, de hoofdruimte is net aan, beenruimte is gewoon onvoldoende, ook voor mij. En dan heeft hij de achterkant van die voorstoel, die heeft keihard plastic. En dan zit je met je knieën tegenaan. Het is gewoon niet comfortabel. En moet je nagaan, dan zit je al in de auto. Maar voordat je erin zit, heb je al een aardige exercitie achter de rug. Want wat moet je doen? Je moet niet alleen over de wielkuip heen stappen, maar je moet ook nog eens je hoofd intrekken, want er zit daar zo'n gek derde zijruitje. En ja, en de doorgang is heel smal en dan moet je je eigenlijk een soort van in die bank laten ploffen. Ik vond het allemaal niet fijn. Dus hij heeft vier deuren, maar het is in feite nog steeds een coupé, ja, als je echt qua gebruiksvriendelijkheid. Ja, dan moet je toch voor een 3-serie gaan als je echt normaal op de achterbank wil zitten. Ja, dan wordt het natuurlijk nog duurder. Weet je wat mij nou verbaasde? Ja. Hij heeft dus een hele nadrukkelijke coupé-lijn. Ja. En dan denk je, nou, dan zal de achteruit ook wel mee naar boven scharnieren als je de kofferklep opengooit. Nee, het is echt een sedan. Het is een heel lullig klepje. Ja, het is een lullig klepje, zoals jij zegt. Overigens, die Mazda heeft ook een lullig klepje. Maar als je die eenmaal hebt geopend, dan vond ik dat allemaal toch wel weer een soort van oké. De laadvloer is mooi vlak. Jij hebt een enorme tildrempel, die heb ik niet. Je kan de leuning van de achterbank kan je vanaf de achterbak naar beneden laten klappen met twee hendeltjes. En die zijn ook veel mooier weggewerkt dan bij jou. Ja, maar allebei de auto's hebben dus een systeem waarbij je de rugleuning kan losklappen. Klikken eigenlijk, ja. Maar het daadwerkelijke neerklappen moet je nog steeds vanuit de deuropening doen. Ja, je moet dus ik snap het nut niet, waarom is het niet gewoon een knopje gemaakt op de rugleuning zelf? Ja, dan heb je punt. Maar wat dan wel weer fijn is aan die BMW is, als die leuning eenmaal plat ligt, heb je bij mij gewoon een opening die doorloopt in dezelfde breedte. En bij jou wordt het zo smaller. Ja, dat is wel een beetje gek inderdaad. Dat is raar, want ja, nou goed, je kan lange spullen meenemen, maar geen brede spullen. Hoeveel spullen kun jij meenemen? 430 liter aan spullen. Oké. Okay. De kofferbak van de Mazda is een tikkeltje groter, namelijk 444 liter. Die heeft inderdaad minder mooie knopjes. Het zijn gewoon twee van die stengeltjes. En de laadvloer loopt een beetje op. Je kunt ook niks onder de bagagebonen kwijt. Dat kan bij de BMW wel. En weet je wat ik stom vind bij jou? Nou, wat vind je stom bij mijn Mazda? Nou, dat zal ik je vertellen. Als je die klep dicht doet, die beugels waarmee die klep vast zit, die zijn niet weggewerkt. Dus die prikken gewoon vol in je bagage. Ja, ja, dat is inderdaad wel heel erg ouderwets. Hè. Het is een carrosserievariant uit het verleden. Maar Mazda hanteert ook gewoon een bouwsysteem uit die tijd. Nou, als je op de achterbank gaat zitten, dan met mijn lengte heb je daar eigenlijk weinig te zoeken. Want de been- en de hoofdruimte is net aan. Je hebt een flintertje meer hoofdruimte dan achterin de BMW. En wat verder opvalt is de fikse middentunnel. Dus die middelste zitplaats, die zit er alleen voor de sier. En voel ik ook heel raar voor ja, toch zo'n kostbare auto. Geen eigen ventilatieroosters of stroompunten voor de achterpassagiers. Ja, hier gaat de BMW natuurlijk punten scoren. Hè. Dat is hier ook aan zijn stand verplicht. BMW's staan erom bekend dat ze goed rijden, mooie techniek hebben. Nou, dat is bij deze 218i Grand Coupé ook het geval. Om te beginnen, het is een hele stille auto. Alleen bij 120 km per uur en daarboven dan begin je wat de banden te horen. Wacht even. Het gaat om rijgedrag. BMW is het aan zijn stand verplicht en jij begint over dat hij stil is. Ja, dat is heel belangrijk, want dan kun je namelijk wel horen dat als je met die auto optrekt, het is een driecilindertje, dan klinkt hij gewoon lekker sportief. Maar op het moment dat je hem niet meer wil horen, dan hoor je hem ook niet meer. Maar goed, je hebt gelijk, het rijgedrag zelf, besturing, hij stuurt heel mooi precies. Je kan hem ontzettend mooi zetten waar je hem hebben wil. Kijk, dat lijkt er meer. De bekrachtiging is ook precies goed. Vooral in het grensgebied, als je echt tekeer gaat, dan is van die achterkant die zo mooi neutraal. Dan krijg je bij die Mazda, die wordt een klein beetje licht, die wil dan een beetje aan de achterkant gaan duwen. Dat is niet erg, maar daar zit precies het verschil tussen die twee auto's. En ik moet zeggen, dat kleine motortje, hij trekt eraan niet normaal. Je zou onderin iets meer vermogen willen, maar zodra je boven de 2000 toeren zit, dan blijft hij maar doortrekken. En die 7-traps automaat met dubbele koppeling, die schakelt dan prachtig. Je voelt gewoon niet dat hij schakelt. Het gaat allemaal zo mooi zonder schokken. En dan blijft hij maar gaan. Hè. Dat is echt schitterend. De auto heeft 3 rijstanden. Normaal gesproken staat hij in comfort. Dat is inderdaad ook best comfortabel. Dan heb je nog sportstand en Eco Pro. Ja, die sportstand, ja. Ja, ik vind hem dan eigenlijk net wat te hard. Maar het leuke is wel, hij schakelt meteen het tandje terug. Je voelt dat hij zijn spieren aanspant. Zo van,
Ik ben er klaar voor. Je krijgt een iets andere projectie in je dashboard. Dat is ook leuk. Ja, en dan nog even de techniek, Frank. Ik zat er al op te wachten. Ja, we zeiden net al, deze auto heeft Vanos en Valvetronic. Vanos a la playa. Oh. hij is gewoon jaloers dat hij dat niet op zijn Mazdaatje heeft. wacht maar, wat ik allemaal op mijn Mazdaatje heb. Maar weet je hoe het werkt? Zal ik je het even uitleggen? Nou, doe maar. Dat is berenknap. Dat Vanos is trouwens overigens al een oud systeem, hoor. Maar BMW blijft het maar verfijnen. En Vanos staat voor variabele nokkenwelle steuerung. Zo. Jazeker. En de taak. Ja, dat betekent dat de nokkenas is continu variabel. Die kan dus bepalen wanneer de kleppen open en dicht gaan. En daarmee kan je de motor zuiniger laten lopen of je kan hem juist meer kracht geven. Dat doet hij in combinatie met Valvetronic. En Valvetronic, dat is een systeem dat de kleplichthoogte kan bepalen van de kleppen. Dus die kunnen ver open of minder ver. En ook dat hangt dan weer van de omstandigheden af. Hè, als er veel wordt gevraagd van de motor of weinig. En die twee systemen samen, die zorgen ervoor dat je met zo'n klein motortje toch berenefficiënt rondrijdt. Ja, ik ben onder de indruk, maar ook weer niet zo. Want Mazda heeft een naam hoog te houden als het gaat om afwijkende motortechniek. Je hebt het over een driepitter met een turbo in de basis. Laten we wel wezen, daar doet Mazda niet aan. Die monteren al een aantal jaar zelfs grote 2 liter motoren. En die maken ze net zo zuinig, zeggen ze zelf, hè, als een driepitter met een turbo. Hoe werkt het dan? Dit is helemaal een bijzonder motor. Dit is de Sky Active X. En dat is een benzinemotor die werkt als een diesel. Dus met hoge compressie en dan vindt automatisch ontbranding plaats. Deze benzineauto heeft nog wel bougies. Op het moment dat die erbij komen kun je dat ook zien op het infotainment systeem. Je voelt het ook een beetje van een klein schokje. Ja. Maar het zorgt er dus voor dat de motor met een arm mengsel af kan. Weinig brandstof. En dat die toch het volle prestatiepotentieel biedt. Nou, dat merk je ook wel. Vanuit lage toeren wil die Mazda echter wel aantrekken. Ja, we moeten ons er ook weer niet blind op staren. Op het moment dat die motor zijn introductie had, hebben wij een vergelijkende test gedaan tussen de Sky Active X motor en de Sky Active G motor. Een voordeliger krachtbron. En wat bleek nou? Ondanks al die geavanceerde techniek was die Sky Active G motor voordeliger. Dat scheelde bijna een kilometer op een liter brandstof. Ja. Ja, en €950 goedkoper, hè, als je nu die motor in deze auto zou hangen. Maar je krijgt natuurlijk nu wel veel meer trekkracht en zo. Hè? Ja, je krijgt er dik 60 pk bij. Dus je kan je afvragen, hè, die ene kilometer, hoe erg is dat nou als je ziet tegen welke meerprijs je dan zoveel extra eigenlijk krijgt. Het is alleen niet zo'n stille auto als de BMW. Ja, dan begin jij ook over stil. Ja, maar dat komt vooral, dat heeft niet met die motor te maken. Dat heeft te maken met een matige geluidsisolatie. Want je kunt vooral de banden heel goed horen. En sowieso vind ik de voortrein een tikkeltje onrustig. Ja. Maar wat me nog het meeste stoort is dat een aangrijpingspunt ontbreekt. Dus bij het verkeerslicht rij je een beetje weg alsof je net je rijbewijs hebt gehaald. En dat is, ja, bij jou zeker niet het geval. Nee, dus hij mist daar echt wat verfijning. En daar blijkt wel het verschil van die €13.000 tussen deze Mazda en die BMW. Op dit testonderdeel doen de BMW en de Mazda niet veel voor elkaar onder. Maar dat kun je op 2 manieren uitleggen. Oh, wil je positief of negatief beginnen? Negatief. Negatief. Ze hebben allebei een beroerd zicht rondom. Want klein glasoppervlak, dikke raamstijlen. Zeker in de Mazda is dat echt een crime. En nou, dan nu het positieve. Namelijk de vrij uitgebreide veiligheidsuitrusting in de vorm van allerlei hulpsystemen. Bij Mazda zijn die standaard. Merendeels althans. Je krijgt gelijk adaptieve cruise control, actieve rijstrookassistentie en dode hoeksignalering. En dan kun je nog een pakketje bijbestellen. En dan heb je bijvoorbeeld ook waarschuwingen bij gebeurtenissen voor en achter de auto. Waarbij de Mazda ook eigenhandig voor je remt. Dat is fijn. Komt weer lelijke parkeerschades. Een hele vernuftige 360 graden camera. En de 3-sedan kan zelfs zelfstandig in de file rijden binnen zijn eigen rijstrook. Ja, dat klinkt allemaal hartstikke goed. Heb jij dat ook allemaal? Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Standaard. Noodstopsysteem en rijstrookassistent zijn standaard. Noodstopsysteem? Ja, en dat is wel over mensen. Wil je meer, dan zul je toch echt de optielijsten in moeten duiken. En wat ik heel vreemd vind is, standaard heeft de auto dus geen cruise control. Dat vind ik voor zo'n dure auto kan niet. Kan niet, vind ik ook. Wat je dan het best kan doen is het zogeheten Driving Assistant 3 pakket aankruisen. Drie? Er zijn er nog 2. Ja. En, maar dit is de voordeligste. En als je het alles bij elkaar optelt en bekijkt wat je dan krijgt. En dan krijg je best wel veel. Dan krijg je bijvoorbeeld ook camera's rond de auto. Je krijgt wat jij ook op de master hebt zitten. Hè? Een waarschuwing voor verkeer dat de auto voor kruist of achter kruist. Inclusief een remingreep als je toch
stokstijf blijft doorrijden naar achteren. Dus dat is allemaal wel goed, maar ja, het kost gewoon wel allemaal extra geld. Ja, bij Mazda weten ze niet alleen hoe je fijn rijdende auto's maakt, ze zorgen ook dat het interieur er tot in de puntjes verzorgd uitziet. Zeker in deze testauto, hè, met die optionele lederen bekleding. Het is allemaal gewoon heel fijn, ja, met stiknaadjes, ja, goede kleurcombinatie. Het werkt ook allemaal heel plezierig. De ergonomie is een beetje afgekeken van BMW. We moeten er geen doekjes om winden. Je hebt een centrale knop tussen de voorstoelen waar je alles mee kunt bedienen. Het infotainmentscherm zit aangenaam hoog op het dashboard. Het is alleen niet zo groot. Het ziet er een beetje uit alsof je mobiele telefoon hop op zijn kant hebt gelegd. Dat maakt ook niet uit, want Mazda biedt standaard een head-up display aan. En daar worden alle belangrijke gegevens voor je neus geprojecteerd. Inclusief de aanwijzingen van het navigatiesysteem. Ja, er zit ook een digitaal instrumentarium op deze testauto, maar dat is een tikkeltje een wassen neus hoor, want het gaat alleen om de middelste klok. En daar kun je dan, ja, drie andere plaatjes van maken, maar je kan niet de navigatiekaart tussen de instrumenten tevoorschijn toveren. Maar wat ik werkelijk storend vind aan de Mazda 3 Sedan is de vormgeving van het achterportier. Die eindigt in een punt en als je dan tussen twee auto's geparkeerd staat en je moet je dochtertje auto uit de auto halen, zoals in mijn geval. Ja, ik heb er al meerdere malen gewoon ingehangen. Dat doet echt zeer. Over je pijnlijke dingen gesproken. Dingen, ja. Heeft die opzichtige grill van die BMW inmiddels al een functie gekregen? Is het een soort opbergvak geworden voor kleine spulletjes? Of? Ja, ik vind het leuk dat je daarover begint. Want ook heel veel BMW-adepten die hebben toch wel moeite met deze grill. Hè? En ja, hij is wel groot. En ik weet niet of je de grill van de Nieren van de 7-serie wel eens hebt gezien. Maar als je die hierop zou zetten, heb je niet eens meer plek voor de koplampen volgens mij. En dat vind ik eigenlijk ook. De achterlichten zijn ook niet de allermooiste. Ik vind het te veel dingetjes nu opzitten om maar moeite te doen om hem mooi te houden. Ja, jammer. Goed, we zullen zo meteen in de comments wel zien dat er zat mensen zijn die het prachtig vinden. Ja, dat, en dat mag. Dat smakenverschillen. Smakenverschillen. Als je eenmaal instapt in die BMW, dan zie je die nieren ook niet meer. Dat is heel fijn. Het is wel mooi hoor. Je hebt wel het gevoel van luxe, mooie materialen. Het is allemaal perfect afgewerkt. Ik zit er ook heel erg goed in die auto. Jij iets minder, hè. Maar, ja, dat komt door het panorama daar. Ik zit gewoon met mijn hoofd. Ja, dat is balen. Je hebt echt het gevoel dat je met iets moois te maken hebt. En ik weet al wat je gaat zeggen, dat mag ook wel voor het geld. Ja. Maar dat krijg je dan dus goddank ook. Ja, het instrumentarium is een echte digitale projectie. Daar kun je verschillende beelden projecteren van wat je wilt zien. En onder meer dus het navigatiesysteem. Ja, en dan heeft de BMW nog een trucje dat jouw Mazda niet heeft. En dat kan je ook niet krijgen op die Mazda. En dat is Reversing Assistant. Dat is een heel mooi systeem. Stel, je rijdt op een landweggetje of je rijdt in een krappe parkeergarage of hier op het parkeerterrein en je komt iemand tegen. Dan moet er iemand achteruit en natuurlijk, die ander die gaat niet achteruit, dus dan doe jij dat maar. Maar dat wordt gemanoeuvreerd en eng en slecht zicht naar achteren. Maar die BMW die onthoudt de laatste 100 meter die jij hebt gereden. En als je hem dan eens achteruit zet en je drukt op Reversing Assistant, dan gaat de auto vanzelf exact dezelfde weg terug als dat hij heen is gekomen. Je moet alleen een beetje gas geven. Het is ook wel een ultieme party trick. Ik heb de BMW ook een avondje mee gehad. En de buurmannen die kwamen er buiten en toen liet ik ze dat zien. En nou blijkt als je dus allerlei wilde stuurbewegingen maakt heen, dan doet hij dat ook terug. Dat is echt heel grappig. Als ik dan toch een dolk in eigen rug moet steken. Ja. Geen draadloze oplaadmogelijkheid voor je smartphone in de Mazda. De BMW heeft dat wel. En die hebben ook nog eens een heel mooi systeem. Het is een soort envelopje. Daar stop je je mobiele telefoon in. En dan kan die dus ook niet gaan schuiven. Ja, wat bij de meeste systemen wel degelijk gebeurt. Ja. Top. Nog één dingetje tot slot. Geen 13.000 euro waard overigens. Nog één dingetje tot slot. Je had het over een head-up display. Dat kan je ook in de BMW krijgen, maar dan kost het 750 euro. Wat verrassend. Van de Japanse automerken zeggen wij altijd al, Mazda is het BMW uit Azië. Maar ja, zet je die auto's dan bij elkaar, zoals we in dit vergelijk hebben gedaan, dan zie je toch wel waar de schoen wringt. En dat zit hem vooral in verfijning. Niet zozeer van het interieur, moet ik eerlijk gezegd zeggen, want nou, die auto zit gewoon heel goed in elkaar. Ja. Maar wel als het de rij-eigenschappen aangaat. Jij had aanmerkingen op de achterwielophanging. Ik heb moeite met de voortrein. Er is veel bandenrumoer. En zo ga je toch wel zien dat Mazda weliswaar in de slipstream zit van BMW, maar ze gaan ze niet voorbij. Hoewel, veel goedkoper, rijkere veiligheidsuitrusting en nog steeds een heerlijke rijmachine. Dus ik zou het wel weten. Ja, nee. Ze zijn even duur in de private lease. €469 voor allebei die auto's. En oké, vooruit. Als je ze dan echt helemaal goed wil vergelijken in dit geval, ben je €59 per maand extra kwijt om dezelfde zaken op de auto te krijgen als bij die Mazda. Maar ik vind die vijftientjes, nou,
Ik vind het wel runnen hoor. Gaat hij weer met zijn vijftientjes. 59 euro iedere maand voor 4 jaar lang. Ja. En dan heb je er allemaal van kan. En dan heb je gewoon een beter, veel betere auto die veel beter rijdt. En ja, ik wou zeggen ook het beter uitziet, maar ja, dat zullen we in het midden laten. Ga jij zo thuis ook te werk? Als jij iets voor jezelf koopt en het is 59 euro, dan zeg je... Hé hey schat, kijk, dit heb ik gekocht, 15 tientjes. Ja, en mijn vrouw stinkt er ook geregeld in.